spekburger. Een spekburger. Nou, kijk eens even. Ziet er dik uit, jongen. Ja, toch. Hè? We hebben hier een hele mooie ham op blokken hier leggen. En die ham die ga ik eens eventjes uitbenen en ik ga wat dingetjes bij vertellen. Want wat gaan we nou in principe met zo'n ham doen? Wat ga je ervan maken? Wat kan je ervan maken überhaupt? Een mooi varkensfeestje. Je ziet hier al een beetje het haasje zitten. Ribcarbonaatjes. Of de haaskarbonaatjes die gaan hier, die komen hier uit. Ik ga het eens eventjes een beetje uitbenen en dan zo nu en dan zal ik eens even wat vertellen. Want we hebben hier zo... De poot, daar hoef ik niet zoveel van te zeggen, dat zie je zo al. Maar die gebruiken we voor de soep. Ga als ze staat, druk maar even af, daar doe ik niks mee. Kijk. Hamschijfje. Ook lekker voor de soep. En dan heb je het varkenshaasje en aan het eind van het varkenshaasje zit de kophaas, noemen ze zo. Het varkenshaasje zelf zit in de rib. En deze zit dan bij de ham, noemen ze het kophaasje. Dan hebben we deze. Het is wel dat je het weet. Huppakee. Nou is het bij de varkens zo dat de huid zit er nog omheen. Dat is het zoer, het huid. Nou, die gebruiken wij ook gewoon, die laten wij er gewoon omheen zitten tijdens de worstmaakprocedures. We maken natuurlijk zo'n beetje alle vleeswaren zelf. Van zo'n ham maken we dan de beenham uiteraard. De achterham. Maar die huid laten we er omheen zitten. Die geeft net even een beetje meer smaak. En dat vinden wij wel zo lekker natuurlijk. Er gaat niks boven de scherp mes. Dan moet je hem toch af en toe even aanzetten. Niet dat er een knopje op zit, maar gewoon even doen met de aanzetten. Ik heb er twee, hè? Dan heb ik hier, dat noemen ze een lonjestuk. Spierstuk met dikke lenden. Een lonjestuk. Die snij ik helemaal netjes kant. Het is mooi voor de beenham. Je kan er ook, als je spek eraf haalt, mooie lekkere hamlapjes vanaf halen. En hier hebben we dan de koburger. En die koburger, die gaan we altijd lekker spuiten. Dan doen we een pekelsbossing erin. Dan doen we er tuintjes eromheen. En daar maken we dan de achterhand van. Dat blijft dan ongeveer 2 weken in de pekel zitten. Daarna gaan we ze in de rookkast koken. Daarna wordt het nog een keertje gerookt. En dan hebben we heerlijk achterhand. Die maken we hiervan. Nou, en dan de beenham. Nog een paar dingetjes voor de soep. Nou, kijk eens aan. Hebben we een mooi poothammetje even beet gepakt. Goed hoor je netjes van mezelf. Dag. En nou hebben we hier toch eventjes staan. Onze grote boy Davy, onze stageloper, die moest voor een opdracht, voor zijn stage, moest hij een eigen burger ontwikkelen. Dus daar is hij nou mee bezig. We gaan eens even kijken bij hem, denk ik. Hé, hey, hoe is het, jongen? Ja, lekker. Wat ben je van lekker zo maken? Een spekburger. Een spekburger. Nou, kijk eens even. Ziet er dik uit, jongen. Ja, toch. Hè? Ja, toch. Lekker bezig. Nou, joh, bedankt weer voor het kijken. Super dik, super dik.
Het is altijd wel leuk met z'n leven om die jonge gasten een beetje te enthousiasmeren voor het mooie slagersvak. Zeker als je dan dat soort leuke producten maakt. Dus het is een leuke baconburger die je nou weer gefabriceerd hebt. Super niks, ze leggen in het oog op, dus ze worden gelijk al verkocht. Je ziet het, lekker handetje hebben we gedaan. Ik ga er nog een zootje uitbenen en dan kunnen we ze lekker gaan spuiten voor de achterhammetjes. Het is altijd best een bewerkelijk verhaal om dat eventjes goed voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat je deze leuk vond. We gaan elkaar gauw weer zien. Dan gaan we mooie vlogjes maken. Er zijn trouwens ook hele leuke dingen op komst. Daarover later meer. Hou onze Insta ook eventjes in de gaten. @ Butcher Björn. En ik zie je gauw. Mazzel!